Vanavond openen we de Heilige Schriften en wel in het Boek der Psalmen, Psalm 130, wat wij eerst willen voorlezen. Een lied, Hamaloot, uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd worde. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op den Heere meer dan de wachters op den morgen, den wachters op den morgen. Israël, hopen op den Heere, want bij den Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing, en hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover de schriftlezing. Boven de leespredikatie staat: Israëls hoop verlevendigt, of ook wel gezegd, wat hoop is en hoe zij onderscheiden wordt van het geloof. Als mede aanmoedigen voor een hopend volk, Israël, hopen op den Heere, want bij den Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Aldus Psalm 130, het zevende vers. Dit noemt men een der psalmen van den opgang die de priesters en de levieten zongen wanneer zij de trappen van de tempel opgingen, maar dit daar gelaten. Het is een psalm die ons een verklaring van den biddende vorm des schrijvers geeft en een vermaning tot Israël om op God te hopen. In het eerste vers lezen wij: uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Dat is uit diepe of grote benauwdheden. Hoor naar mijn stem, laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Het laatste woord verklaart het voorgaande, als wilde hij zeggen: met de stem bedoel ik de strekking en de geest van mijn gebed. Er zijn woorden in een gebed en er is een geest in een gebed. En door den geest die in het gebed is, onderscheidt men of de woorden dood, levenloos, geveinsd of warm, vurig en ernstig zijn. En God die de harten doorzoekt, kent de mening van den geest, dewijl hij naar God voor de heilige bidt, aldus Romeinen 8, vers 27. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal dan bestaan? Hier beleidt hij dat door de wet alle mensen voor God moeten vallen voor altoos, omdat zij haar overtreden hebben en de overtredingen niet weer kunnen goedmaken, maar zich snel indachtig makende de genade van God in Christus, zegt hij in het vierde vers: maar bij u is vergeving,
opdat gij gevreesd worden. Dan antwoordt hij, zeggende in vers 5, ik verwacht den Heere, dat is al zijn beschikkingen. Ja, hij verdubbelt het, zeggende, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Door de herhaling deze woorden geeft hij te kennen dat velen zich tevreden stellen met hun lichamelijke tegenwoordigheid aan God te geven, terwijl hun harten verre van hem zijn, tot aan het andere einde der aarde. Maar wat hem betrof, hij niet aldus. In het 6e vers, mijn ziel wacht op den Heere, meer dan de wachters op de morgen. Ik zeg meer dan de wachters op de morgen. Als wilde hij zeggen, gelijk het gesteld is met hen, wie de nacht verveelt, het zij wegens de duisternis, of vermoeide reizen, of omdat zij ernstig ziek zijn, voor wie de nacht allerdroevigst en treurig is, als degenen die snakken naar het aanbreken van de dageraad, zo wacht ik op den Heere, dat is zijne tegenwoordigheid, met mijn ziel zij, zo, en meer dan zij, ja, maar meer dan de wachters op de morgen, wacht ik op u. Dan komt hij tot de woorden, welke ik tot de tekst gekozen heb, zeggende, Israël, hopen op den Heere, want bij den Heere is goede tierenheid, en bij hem is veel verlossing. In welke woorden? Dan in deze tekst, Israël, hopen op den Heere, want bij den Heere is goede tierenheid, en bij hem is veel verlossing. Ten eerste een opwekking, ten tweede een reden voor die opwekking, en ten derde een verklaring van die reden. Israël, hopen op den Heere. Dit is de opwekking. Want bij den Heere is goede tierenheid. Dit is de reden daarvoor. En bij hem is veel verlossing. Dat is de verklaring van die reden. Ten eerste, ene opwekking. In de opwekking moeten wij op drie zaken letten. Ten eerste, op de zaak daarin vervat. In de tweede plaats, op de wijze waarop die wordt uitgedrukt. En ten derde of ten laatste, op de gevolgtrekkingen die als vanzelf daaruit voortvloeien. Ten eerste, de zaak die in de opwekking vervat is. Wij zullen allereerst spreken over de zaak die in de tekst vervat is en die doet zich aan ons oog voor onder drie hoofdpunten. Ten eerste een plicht, ten tweede een regel om die plicht goed vol te brengen en ten derde of ten laatste de personen die deze plicht zou moeten volbrengen. Ten eerste de plicht, en dat is de hoop. Israël hopen. Door welke woorden iets vooraf aangenomen en iets van het grote gewicht te kennen gegeven wordt. Hetgeen vooraf verondersteld wordt, is geloof. Want wij weten, wanneer wij in goede zin over de hoop spreken en anderen duidelijk den plicht voorschrijven om te hopen, dan besluiten wij dat de zulken reeds geloof hebben, want geen geloof, geen hoop. Te hopen zonder geloof is hetzelfde als te zien zonder ogen, of te verwachten zonder grond. Want dat geloof is een vaste grond
der dingen die men hoopt, zowel met betrekking tot de genade als tot de leer van het geloof, aldus Hebreeën 11 vers 1. Gelooft zo iemand? Nee. Hoopt hij? Ja. Als het eerste waar is, dan is het tweede een leugen. Hij die nooit geloofd heeft, heeft ook nooit gehoopt op God. Derhalve, wanneer hij zegt, Israël open op den Heere, dan veronderstelt hij vooraf het geloof en bedoelt dus dat hij tot gelovigen spreekt. De belangrijkste zaak die te kennen gegeven wordt, is dat de hoop een voortreffelijke eigenschap bezit om Israël te schragen in al hun moeilijkheden. Het geloof is voortreffelijk in deze, de hoop in die en de liefde weer in een andere zaak. Het geloof zal doen hetgeen de hoop niet kan doen. De hoop kan doen hetgeen het geloof niet doet. En de liefde kan dingen doen die volkomen onderscheiden zijn van de daden des geloofs en der hoop. Het geloof loopt in de voorhoede, de hoop in het midden en de liefde in de achterhoede. Nu blijft geloof, hoop en liefde. Aldus 1 Korintiërs 13 vers 13. Het geloof is de moeder genade, want de hoop wordt uit haar geboren en de liefde vloeit voort uit beiden. Maar nu wij over het geloof en de hoop spreken, moeten wij er een weinig van laten zien. In de eerste plaats, het geloof is uit het gehoor, Romeinen 10 vers 17. De hoop door de bevinding, Romeinen 5 vers 3 en 4. Het geloof komt uit het horen van het Gods woord. De hoop uit het vertrouwen dat het geloof in Gods woord heeft, aldus Romeinen 4 vers 18. Het geloof gelooft de waarheid van het woord. De hoop wacht op de vervulling daarvan. Het geloof grijpt dat einde der beloften aan, dat het dichtst bij ons, namelijk zoals in den Bijbel staat, de hoop grijpt dat einde der belofte aan, dat aan de troon der genade verbonden is. Want die belofte is gelijk een sterk kabeltouw, dat met het einde aan een schip en met het einde aan de andere anker vastgemaakt is. De ziel is het schip waarin het geloof is en waaraan het naaste en aan het einde van deze kabel vastgemaakt is. Maar de hoop is het anker dat aan de andere einde van deze kabel is en daarin tot in het hart bevestigd. Als het geloof en vanzelf de hoop, als dus de beide einden der beloften aangrijpen, dan gaat het scheepje veilig voorwaarts. Het geloof ziet op Christus als gedood, begraven, maar ook opgevaren, en de hoop op zijn wederkomst, aldus 1 Korintiërs 15 van 1 tot en met 4. Het geloof ziet op hem ter rechtvaardigmaking, de hoop ter heerlijkheid, Romeinen 4, vers 1 tot 8. Het geloof strijdt voor de leer, de hoop voor de beloning, Handelingen 26, 6. Het geloof voor hetgeen in de Bijbel is, de hoop voor hetgeen in de hemelen is, Colossenzen 1, vers 3 tot 5. Het geloof reinigt het hart van kwade beginselen, 1 Johannes 5, vers 4 en 5. De hoop van slechte gewoonten, 2 Petrus 3, vers 11 en 14. Efeziërs 5, vers 8, 1 Johannes 3, vers 3. Het geloof zet de hoop aan het werk. De hoop zet de lijdzaamheid aan het werk. Handelingen 28 vers 20 en 9 vers 9. Het geloof ziet door het woord Gods op Christus. De hoop ziet door het geloof
over de wereld in de heerlijkheid. Galaten 5 vers 5. Aldus verlost het geloof en aldus verlost de hoop. Het geloof maakt zalig door zich aan God in Christus vast te klemmen. 1 Petrus 1 vers 15. De hoop maakt zalig door de ziel te overreden om alle moeilijkheden en wetervaardigheden en alle tegenspoeden die zij in de ziel tussen deze en de volgende wereld zal ondervinden, te verdragen. Romeinen 8 vers 24. Beschouw de zaak in de volgende eenvoudige gelijkenis. Er was een zekere koning die iemand tot zijn kind aannam. Hij kleedde het met een kleed gelijk aan de koningskinderen en beloofde dat indien maar het deel in zijn vaders koninkrijk nog niet, maar de hoop op dat aandeel zou in zijn vaders veldslagen doen strijden, in zijn wegen doen wandelen, en zo zal het konings voetstappen drukken. Ja, al ontmoet het vele dingen die wel een strekking hebben om het van zijn doel af te trekken, zo zal het nochtans bij de gedachte aan het beloofde aandeel in het koninkrijk door al deze moeilijkheden heen slaan en alzo zichzelf een vrijwaren voor een verwoesting, welke die verleidingen over hetzelfde zouden doen komen. En ten laatste zal het door een hoop, de hoop, een persoonlijk bezit krijgen van de heerlijke erfenis. De hoop heeft een dik vel en kan menige duw verdragen. Zij doet het geduld aan als een opperkleed. Zij kan door een zee van bloed waden. Zij kan alles verdragen als het maar voor de vreugde is die haar wacht. Van hier dat het geduld de verdraagzaamheid der hoop genoemd wordt, omdat het de hoop is die de ziel en geduld en lijdzaamheid doet oefenen onder het kruis, totdat het tijd komt om de kroon te ontvangen, aldus 1 Thessalonicenzen 1 vers 3. De psalmist betuigt daarom hen die in waarheid geloofd hebben om op de vervulling daarvan te wachten, gelijk hij zelf gedaan heeft. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Het is uit gebrek aan geloof dat zo vele voorbarige belijders, die zo op hun geloof gestoft hebben, niet in staat geweest zijn in de dagen van verdrukkingen de alarmtrom te verdragen. Hun hoop in Christus strekte zich niet verder uit dan tot dit leven, en daarom zijn zij de ongelukkigsten onder alle mensen. De psalmist brengt ons daarom door het aansporen tot deze plicht vier zaken in gedachtenis. Dat de beste dingen voor de gelovigen nog moeten komen. In de tweede plaats dat zij die geloofd hebben nog moeilijkheden zullen ondervinden voor zij hen bereiken. In de derde plaats dat de genadegift der hoop de enige weg is om deze moeilijkheden te overwinnen. In de vierde of laatste plaats dat zij die hoop bezitten en haar naar behoren beoefenen, gewis ten laatste die hoop zullen genieten die voor hen is bewaard in de hemelen. In de eerste plaats dat de beste dingen nog achter zijn en voor de gelovigen bewaard worden. Dit wordt openbaar uit hun recht beoefenen van deze genadegave. Want de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zou hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Aldus Romeinen 8 vers 24 en 25. De hoop leeft niet door het gezicht, zoals het geloof doet. Maar de hoop vertrouwt het geloof, zoals het geloof het woord Gods vertrouwt. En houdt zo de ziel in stille verwachtingen op hetgeen de Heere haar ten laatste zal doen genieten. Maar ik zeg,
Zelfs de natuurlijke verwerking van deze genadegift doet zien dat de beste dingen eens geloven nog achter in bewaring zijn. Misschien vraagt gij mij, welke zijn die dingen? Ik kan u ten eerste in het algemeen zeggen dat het hemelse dingen zijn. Jazeker eeuwige dingen, die dingen die daar zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Aldus Johannes 3, vers 12, als ook 2 Korintiërs 4, vers 18, Colossenzen 3, vers 1. Kent gij ze nu? Het zijn dingen die het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en die in het hart des mensen niet zijn opgeklommen. Jesaja 64, 4, 1 Korintiërs 2, vers 9. Kent gij ze nu? Het zijn dingen die in betrekkingen staan met de volgende wereld. Voor de gelovigen, wanneer zij in de volgende wereld komen, erover spreken kunnen wij. Het wezenlijke bestaan ervan kunnen wij nu geloven. En door de hoop kunnen wij, en het zal was zijn zo te doen, nu op hen wachten, maar te weten wat zij zijn, of de heerlijkheid ervan te kunnen genieten, op een andere wijze dan door het geloof. Die dit zegt, bedriegt zichzelf. Het zijn dingen die nog te groot zijn om in de harten binnen te komen, en dingen die te groot zijn om indien zij erin waren, dat weer uit te komen, om met onze mond uitgedrukt te kunnen worden. Aldus datgene, het geloof zet de hoop aan het werk, de hoop zet de lijdzaamheid aan het werk. Het geloof ziet door het woord Gods op Christus, de hoop ziet door het geloof over deze wereld in heerlijkheid. Aldus verlost het geloof en aldus verlost de hoop. Het geloof maakt zalig door zich aan Christus vast te klemmen. De hoop maakt zalig door de ziel te overreden om alle moeilijkheden en wedervaardigheden en alle tegenspoeden die zij in de ziel tussen deze wereld en de andere zullen verdragen. Beschouw de zaak in de volgende eenvoudige tijding. Daar is bijvoorbeeld de hemel zelf, de heerlijke hemel. Wie weet wat dat is? De berg Sions, het hemelse Jeruzalem en het ontelbare gezelschap van engelen. Vat iemand deze dingen, de onsterfelijkheid en het eeuwige leven? Wie begrijpt dat? Wie kan ons verklaren wat dat is? Er zijn beloningen voor diensten en voor den arbeid der liefde die men hier tot Gods eer heeft gedaan. Weet iemand welke de dingen zullen zijn? Er zijn paleizen, er zijn slaapsteden der heerlijkheid en plaatsen om te wandelen onder de engelen. Weet iemand wat deze zijn? Er zullen harpen, hemelse triomfliederen zijn. Weet iemand hier op aarde wat deze dingen zullen zijn? Er zal dan een kennen, een genieten, een heerlijk juichen zijn met de profeten, apostelen, martelaren en met alle gelovigen. Maar op welke heerlijke wijze dit zal plaats hebben, weet niemand onzer. Daar zullen wij elkaar zien en kennen van aangezicht tot aangezicht, en voor altoos met al onze betrekkingen samen zijn, met onze vrouw, met onze man, met ons kind, vader, moeder, broeders of zusters, met allen die in het geloof gestorven zijn, maar hoe heerlijk zij er zullen uitzien, wanneer wij hen zullen zien, en hoe wij elkaar zullen liefhebben wanneer wij met hen zijn, dat is nog ons verborgen.
dat mogen wij hier nog niet weten. 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17. Daar zijn gedachten en woorden en wegen voor ons, waarin wij nooit in deze wereld hebben kunnen denken. De wet was slechts de schaduw, het evangelie slechts het beeld. Maar wat zal de werkelijkheid zelf zijn, wanneer die tot ons komt? Of liever, wanneer wij daarheen gaan, wie kan het bevatten? Hebreeën 10, vers 1. Indien wij nooit God, noch de verheerlijkte Christus, noch den geest des Heren, noch de diepte des Bijbels, of zelfs zoveel als één dag in eeuwigheid gezien hebben, en toch zullen wij deze dingen zien en hebben, hoe het dan ook mogelijk is dat deze dingen voor ons zijn weggelegd, die het voorwerp onze hoop behoren te zijn, door ons in de wereld verstaan zouden worden. Nochtans zijn onze aanduidingen gegeven over hun goedheid en grootheid. De eerste plaats over hun goedheid en wel daarin dat de Heilige Geest niet wil dat de dingen die hier zijn enige mate met hen vergeleken zouden worden. Van hier dat alle dingen die ijdelheden worden genoemd, niets en minder dan niets is. Jesaja 40, vers 15 tot 17. Nu indien de dingen, alle dingen die hier zijn, met zulke verachting beschouwd worden, wanneer zij met die van hiernamaals vergeleken worden, en toch dingen die zo groot zijn in het oog van de vleeselijke mens, dat deze gewillig is om er zijn leven en zijn ziel voor te wagen, wat moeten die dingen dan wel groot zijn? Welke de Heere bereid heeft voor degenen die op hem wachten en hopen. Hun goedheid blijkt ook hieruit dat wie ook maar enig begrip heeft over hen, zoals zij in Gods woord geopenbaard zijn, het zij koning of bedelaar, wijze of dwaze, hij werpt de wereld gewillig met verachting achter zich voor de hoop dier dingen. Psalm 73, vers 24, Hebreeën 11, vers 24 tot 26. Van hun goedheid wordt zelfs getuigenis gegeven in het geweten dergenen die hen haten. Neem de onreinste mens in geheel het land, de mens die zo aan zijn lusten gebonden is, dat hij of zij liever gevaar loopt van in het diepste der hel te zinken, dan zijn boze wegen te verlaten, en vraagt zo iemand zijn oordeel omtrent de dingen der toekomende wereld, en hij zal het met hoofd schudden en zeggen, zij zijn goed, zijn de beste van allen. Maar de gelovigen hebben het beste begrip van hun goedheid, want de Heere laat soms enige zoete sappen van hen uit zijn woord in hun hongerige zielen druppelen. Maar zo goed als zij zijn, zo groot zijn zij ook. O, hoe groot is uw goed, weggelegd voor degenen die u vrezen, dat gij gewrocht hebt, voor degenen die op u betrouwen, in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. U kunt dat lezen in Psalm 31, vers 20. Hun grootheid blijkt hieruit dat zij het woord overtreffen, ja, het woord van den Heiligen, de grootheid der dingen die voor Gods volk bereid zijn, wordt ons niet ten volle geopenbaard in het woord van God, geliefden. Nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Aldus 1 Johannes 3, vers 2. Het wordt niet geopenbaard in het woord van God. De dingen waarop wij hopen moeten zijn zo groot, dat de grootheid ervan nooit kon beschreven worden.
Zij zijn boven het woord, boven onze gedachten en boven onze bevatting. Toen Paulus weer uit het paradijs nederkwam, waarin hij opgetrokken was, kon hij geen woord zeggen, omtrent hetgeen hij gehoord en de dingen die hij daar gezien had. Het waren dingen en woorden die hij gezien en gehoord had, die mogelijk door een mens verklaard konden worden. In de tweede plaats, hun grootheid wordt aangeduid door het woord eeuwigheid. Hij die de diepte van dat woord kan peilen, zal weten welke dingen het zijn. De dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. 2 Korintiërs 4, vers 18. Zij zijn onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk en worden in de hemelen voor ons bewaard. 1 Petrus 1, vers 4. De derde plaats, hun grootheid wordt daarin getoond dat een rechte gedachte omtrent het hart zo vervullen kan en zal, en dit het oog tezamen zo zal doen overvloeien, dat het schepsel niet in staat zal zijn om staande te blijven onder het gewicht der heerlijkheid die daardoor in de zielen gelegd wordt. Helaas, al de dingen deze wereld zullen niet in één hart vervullen. En nochtans, een gedachte die recht is over de dingen welke God bereid heeft en voor ons bewaard heeft in de hemelen, zal het hart vervullen, zelfs tot overlopens toe. De grootheid der dingen van de toekomende wereld wordt hierin geopenbaard, dat wij het gezicht van één van de minste hunner die daar zijn niet kunnen verdragen, wanneer zij ons getoond worden zonder hulp van boven. Ik reken dat de engelen onder de minste dingen behoren in de toekomende wereld. En welke uitwerking het gezicht van een enkele hunner op de harten en de zinnen der stervelingen had, leert ons Gods woord duidelijk genoeg. Johannes 13, vers 22. Hun grootheid wordt ook hieraan aangeduid, dat wij als het ware wederom nieuw moeten worden gemaakt, voordat wij bekwaam kunnen zijn om hen te kunnen genieten, daar wij met hun troost genieten moeten. Lucas 20, vers 36. En hierin zal een groot gedeelte onze gelukzaligheid bestaan, dat wij hen niet alleen zullen zien, maar ook aan hen gelijk zullen zijn, gelijk aan hun koning. Want wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien, gelijk hij is. 1 Johannes 3, vers 2. Wij zullen hem zien, en daarom moeten wij hem gelijk wezen, want anders zou het gezicht van hem ons vernietigen. Maar omdat wij hem met troost en eeuwigdurende vreugde moeten zien, daarom moeten hem gelijkvormig wezen in lichaam en geest. Openbaringen 1, vers 17. Filippenzen 3, vers 20 en 21. Maar om tot ons tweede punt over te gaan, namelijk dat degenen die geloofd hebben dat er zulke dingen zijn, met vele moeilijkheden zullen te worstelen hebben voordat zij tot hem komen. Dit is zulk een heerlijke waarheid dat niets daartegen kan ingebracht worden. Velen zijn de verdrukkingen der rechtvaardigen en door velerlei verdrukkingen moeten wij ingaan in het koninkrijk der hemelen. Handelingen 14, vers 22. Men weet dat de oorzaak deze verdrukkingen te vinden is. In de eerste plaats in onszelf, want de zonde die zulk een vat op ons vlees heeft, veroorzaakt die tegenstand tegen onze ziel en het welzijn daarvan, die ons voortdurend in moeilijkheden brengt. Vleeselijke lusten werken tegen onze ziel en de wereldse lusten evenzeer. Aldus 1 Petrus 2 vers 11 en als ook Titus 2 vers 12. Ja, zij blussen onze genadegaven uit en maken hem die wenst te leven bereid om te sterven. Openbaringen 3 vers 2. Ja, door deze dingen rijst er in onze ziel een zulke donkerheid,
zulk een schuld, zulk een vrees, zulk een mistrouwen op dat wij gewoon zijn, als wij ook nog een weinig leven, duizend lei, volgen de getrekkingen te maken, dat wij nooit met gerustheid en vrede tot de poorten van het koninkrijk der hemelen geraken zullen. De natuurlijke neiging van elke worsteling, de geringste lust tegen de genade dient, indien wij met ons vleeselijke verstand oordelen om ons aan het twijfelen te brengen, of het werk der genade in ons wel waarheid bevat, en of wij wel zullen aanlanden in de allerveiligste haven der toekomende wereld. Dit was het wat de Paulus deed uitroepen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Romeinen 7 vers 24. Alleen had hij meer wijsheid dan om de natuurlijke gevolgtrekkingen die het vlees daaruit afleidt te volgen, en zo beurde hij zijn ziel weer op om te hopen. De zonde veroorzaakt door haar werking in ons niet alleen donkerheid, schuld, vrees, wantrouwen en diergelijke, maar zij maakt ons als het ware dikwijls kreupel en onbekwaam om tot God te gaan door het geloof om van hem vergeving onze zonde te smeken. Zij maakt het hart gevoelloos, zorgeloos en levenloos met betrekking tot alle christelijke plichten. En dit is een smartelijke zaak voor een begenadigde ziel. De andere dingen doen twijfel ontstaan en drijven die tot aan de kop toe in de ziel. Maar deze gaan aan de andere zijde en klinken hem vast. Nu al deze dingen maken het hopen moeilijk. Want door deze dingen wordt niet alleen het oordeel beneveld en het verstand en wordt verduisterd. En al die woorden die klinken, maar al de vermogens der ziel worden tegen elkaar in de krijg gesteld door dingen te bedenken die een rechtstreekse betrekking en strekking hebben om zo mogelijk de genade welke God in de ziel heeft ingeplant uit te roeien en te verdelgen. Ja, dit doet de ziel uitroepen. Ik ben afgesneden van voor uw ogen. Aldus Psalm 31 vers 23. Voeg hierbij de tijden waarin de Heere zijn aangezicht voor de zielen verbergt. Iets dat bitterder voor de ziel is dan de dood. En toch niets gewoner dan dat bij degenen die op den Heere hopen. Hij verbergt zijn aangezicht voor het huis Jacobs. Jesaja 8 vers 17. Dit wordt ook niet alleen in het vaderlijke ongenoegen gedaan, maar hierdoor wordt de genade levend gehouden en het geloof blijft leven door het woord. De lijdzaamheid door de hoop en de hoop door het geloof. Maar de geest des gebeds menigmaal door de roede, de kastijding en het verbergen van Gods aangezicht. Hosea 5 vers 14 en 15. Jesaja 26 vers 16. Hooglied 5 vers 6. Maar deze verberging van de liefelijke aangezicht is bitter voor de ziel en doet dikwijls het geloof en de hoop tot op een treurige diepte wegzinken. Want in zulke dagen gaat het met de ziel als met een schip op de zee dat rondom in de duisternis gehuld is en nergens een lichtstraaltje door de nevelen ziet gluren. Dan is de ziel gelijk aan een mens die overal rondtast, maar nergens de rechte weg kan vinden tot hulp en troost. Derzulken zegt de tekst: wie is onder uw lieden die den Heere recht vreest, die naar den stem zijns knechts hoort? Als hij in de duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heere en steunen op zijn God. Jesaja 50 vers 10. Maar het gaat met de gelovigen eveneens als met de kinderen. Wij zijn veel vatbaarder voor de vrees in de nacht dan bij de dag. Datgene derhalve, het welk tot hulp strekt voor sommige genadegaven, zal indien men niet zeer voorzichtig zij, tot beletsel voor anderen zijn.
En de vorst der duisternis deze eeuw blijft ook in nooit in gebreken, om zich en zijn instrumenten aan het werk te zetten, om zo mogelijk van al deze dingen gebruik te maken, om ons geloof omver te werpen en onze verwachting op de Heere weg te rukken. Gelijk een boom van zijn wortels wordt weggerukt, aldus Job 19, vers 10. Voorwaar, hij kan alle dingen zo uitleggen dat zij aanstonds door ons geloofd wordt. Zoals wij hebben zonden, derhalve hebben wij geen genade. De zonde woelt in ons, derhalve vrezen wij God niet. Er is iets in ons dat met de zonde houdt. Derhalve zijn wij niet wedergeboren. De zonde schuilt in onze beste verrichtingen. Waarom zou ik dus hopen? Zo kan hij ons aanvallen op onze pelgrimstocht en de weg der hopen bemoeilijken. En de verbergingen van Gods lieflijk aangezicht kan hij niet alleen tot een oorzaak van smart maken, want dat behoort daadwerkelijk te zijn, maar tot een grond van wanhoop, zodat wij in vertwijfeling besluiten dat de Heere ons nooit zijn aangezicht zal doen wederzien. Hoeveel vrome zielen zijn niet door zulke aanvallen van de Satan tot deze verkeerde gevolgtrekkingen gedreven, die alle naderhand dit alles wederom moesten herroepen. En ofschoon een geestelijk verlaten zijnde, een donkerheid der ziel en schuldgevoel over de zonde, de ondraaglijke lasten zijn, zo zijn dit evenwel niet alle. Want bij dit alles moet de gewone plaag der vervolging nog toegevoegd worden. Een andere list die bedacht is om onze hoop ijdel te maken. En hierin zullen wij betrokken zijn, namelijk als wij godzaliglijk leven. Want hoewel de apostel niet zegt dat allen die in Christus Jezus willen leven, dat is in de gewone belijdenis van hem, vervolgd zullen worden, zo zegt hij echter wel dat allen die godzaliglijk willen leven, vervolgd zullen worden. Aldus 2 Timotheus 3, vers 12. Nu is dit om zichzelf een verschrikking voor vlees en bloed, en heeft een rechtstreekse strekking om het hopen moeilijk te maken. Aldus 1 Petrus 3, vers 6 en ook 14. Vandaar dat de mensen die bezeten zijn van een geest der vervolging, wegens hun grootheid en hun tanden, de wetten gezegd worden een verschrikking te zijn en beroering in hun werken te voeren. En Gods volk is geneigd om voor hen te vrezen, hoewel zij weten dat zij sterven moeten, en hun God en Maker te vergeten. En dit maakt dat het hopen tot moeilijke werk. Jesaja 51, vers 12 en ook 13, vers 1. In de dagen van Bunyan was hij bij de tussenpozen de vervolging om des gewetens willen verschrikkelijk onder de hugenoten in Frankrijk, onder de protestanten in Ierland en onder de dissenters in Engeland. Duizenden vluchten uit het land om in een veilige schuilplaats te vinden bij de wilden in Amerika. Daar het hun niet vergund werd langer te wonen in eigen land onder de slechtere mensen dan de wilden. Duizenden zaten in de kerker te zuchten, waaronder honderden wegkwijnden en gekroond werden met de vreselijke marteldood. Zelfs in onze tijd moeten degenen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus nog smaad en spot en hoon verduren, dat wij nooit des zaligmakers vertroostende woorden vergeten. Zalig zijt gij als de mensen u smaden en vervolgende en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Want benevens de grimmigheid die op het aangezicht der vervolgers ligt, kan de Satan die waarheden verkleinen en verdragen in onze bevatting, waaraan wij vroeger onze harten verbonden hebben en waaraan wij op het bevel van Christus ons moeten houden, zodat zij nu slechts klein en onbeduidend schijnen en niet waardig zijn om er ons om te bekommeren, dingen die niet waard zijn, dat zij of wij zoveel gevaar voor zouden doorstaan, die in het uur der beproevingen ons liggen aan te staren. Bovendien, het zal ons
en niet aan valse vrienden ontbreken, op elke plaats die ons de oren zullen doorboren met hun gedurige fluister: Meester, doe u zelf een goed. In zulke tijden vallen de sterren van de hemel en worden de krachten der hemel, en zo strekt elk ding om ons te verzwakken of op ons minst een struikelblok te leggen, op de weg dergenen die bevolen zijn om op de Heere te hopen, aldus Matteüs 24. Wederom, gelijk de Satan van zijn sluwheid gebruik kan maken om ons aldus de handen en harten dergenen die op God te hopen te verslappen en te verzwakken, zo kan hij hierbij nog de treurigheid van een lijdende staat bijvoegen. Hij kan het verlies van goederen in ons oog 10 maal groter maken dan het werkelijk op zichzelf is. Hij kan een boodschapper een verschrikkelijk schepsel maken en de gevangenis er doen uitzien als de hel zelf. Hij kan verbanning en dood volkomen ondraaglijk maken en als dingen die vermeden moeten worden op gevaar of wat wij anders de zaligheid zullen verliezen. Aldus kan hij vergroten en verkleinen, verkleinen en vergroten, om ons hart in moeilijkheden te brengen en onze hoop weg te rukken. Voeg bij dit alles nog dat de dingen waarom wij lijden nooit door ons gezien zijn, maar geheel en al buiten ons gezicht zijn, dingen waarvan wel gezegd wordt dat zij groot en goed zijn, maar hierdoor hebben wij slechts het woord en de Bijbel, en wees er zeker van. Als hij die de dag en nacht in de weer is om ons te verslinden er iets aan kan doen, dan zal hij het niet nalaten om ons geloof in zulke tijden te benauwen en te bestrijden, opdat het zo mogelijk ons moeilijk worden om het gebod te vervullen dat de tekst hier ons oplegt, namelijk om op God te hopen. En dit brengt mij tot het derde punt. Dat de hoop wel geoefend is, de enige weg is om die moeilijkheden te overwinnen. Abraham zou nooit van vreugde gelachen hebben, indien hij niet gehoopt had, toen de engel hem de boodschap van een zoon bracht. Ja, indien hij niet gehoopt had tegenover alle dingen die gezegd konden worden om hem te ontmoedigen. Genesis 17, vers 17. Vandaar dat er geschreven staat dat hij tegen hoop op hoop geloofd heeft. Dat hij zou worden een vader van vele volkeren, volgens hetgeen gezegd was. Alzo zal uw zaad wezen, aldus Romeinen 4, vers 18. Er is hoop tegen hoop. Hoop gegrond op het geloof. Tegen de hoop gegrond op het verstand. Hoop gegrond op het verstand zou Abraham doen verwachten dat de belofte zeker onvervuld zou blijven wegens de doodsheid van Abrahams lichaam en de onvruchtbaarheid van Sara's baarmoeder. Maar hij hoopte tegen de moeilijkheid door, de hoop die uit geloof voortsproot, het welk vertrouwde in de beloftenis en de macht Gods, almacht Gods. En zo overwon hij de moeilijkheid en verkreeg inderdaad de beloftenis. Hoop is dus de enige weg ter overwinning. Daarom beveelt Petrus degenen die lijden: zijt nuchteren, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaringen van Jezus Christus. 1 Petrus 1 vers 13. En daarom staat daar ook geschreven, gelijk gij vroeger reeds gehoord hebt, wij zijn in hopen zalig geworden. Romeinen 8, vers 24. De hoop is heerlijker. Tegen die ontmoedigden die in onze harten oprijzen, in de eerste plaats. In de tweede plaats, zij is heerlijker om een mens moedig te maken in de zaak des Heren. In de derde plaats, zij is heerlijk om ons door moeilijkheden te brengen die de mensen door verschrikkingen en beroeringen in onze wegen leggen. In de eerste plaats, zij is heerlijk om ons te schragen tegen die ontmoedigingen die onze harten opklimmen. Aldus Romeinen 4. Dit blijkt duidelijk in het voorbeeld van Abraham die niets anders had dan ontmoedigen, maar hij had hoop en deze oefende hij
Daarom overwon hij, na een weinig tijds met lijdzaamheid verdragen te hebben, de moeilijkheid, en heeft de belofte verkregen, dus Hebreeën 6, vers 13 tot 18, de reden hiervan is, omdat het de aard der ware hoop is, om aan haar oor van deze tegenwerkende moeilijkheden af te wenden tot het woord en de mond des geloofs, en bemerkende dat het geloof houvast aan de beloftenis gekregen heeft, zo zal de hoop, niet tegenstaande de moeilijkheden, welke haar trachten te verhinderen, toch blijven verwachten en wachten op de vervullingen der beloften. In de tweede plaats, de hoop is heerlijk om iemand moedig te maken in de zaak des Heren. Daarom zegt de apostel, de hoop beschaamt niet, want niet beschaamd te worden is juist met moed vervuld te worden. Romeinen 5 vers 5. Zo ook Paulus, wanneer hij spreekt over de tegenheden die hij ondervond, om de belijdenis van het evangelium, dan zegt hij dat zij tot zijn zaligheid moeten keren, volgens mij ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat alle vrijmoedigheid, gelijk te alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, het zij voor het leven, zij door den dood, Filippenzen 1 vers 20. Zie hier een man aan de voet van de ladder, die gereed staat om voor zijn belijdenis te sterven. Maar hoe zal hij zich er nu in gedragen? Wel, in alle moedige en onschuldige vrijmoedigheid. Maar hoe zal hij dat moeten kunnen doen? O, door de hoop van het evangelie die in hem is. Want daardoor is hij ten volle overtuigd dat de zaak waarvoor hij lijdt hem in den dagen God zal vertroosten en dat hij dan daarvoor beloond zal worden. In de derde plaats, zij is ook voortreffelijk om iemand door die moeilijkheden heen te helpen die de mensen bijna door verschrikking en beroering op de weg leggen. Van hier is het in rouw en smart daaronder gebukt om weer te herleven en op te staan. Tot zijn ziel riep hij op de hoop wederom in beoefening te brengen, zeggende, wat buigt gij u neer, o mijne ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoopt op uw God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldigende mijns aangezicht en mijn God. Aldus Psalm 42 vers 12, zo zegt hij wederom in de volgende psalm. Als hij tevoren over de verdrukking van de vijand geklaagd heeft, wat buigt gij u neer, u mijne ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldigde verlossings mijns aangezicht en mijn God. Psalm 43 vers 5. Hoop geeft derhalve moed en vrijmoedigheid aan de ziel en bewaart dezelfde. Hierom wordt zij en de vrijmoedigheid aan de ziel en bewaart dezelfde. Hierom wordt zij onze helm, onze hoofddeksel, de helm der zaligheid genoemd. Efesius 6 vers 17 en aldus ook 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. Dit is een gedeelte der wapenrusting waarin de Zonen Gods gekleed was toen hij in de wereld kwam. En dit is het waartegen niets kan bestaan. Aldus Jesaja 59 vers 17. Want wat kan mij deren, zolang ik op de zaligheid kan hopen? Ik hoop op de zaligheid. Dit woord doet alle moeilijkheden verdwijnen. Als één die er niet is. De waarheid Gods is een rondas en een beukelaar voor die mens die zijn hoop in den Heere gesteld heeft. Aldus Psalm 91 vers 4. Aanmoediging om deze genadegave te beoefenen. En laat u mij nog het volgende zeggen om u aan te moedigen, Godvrezende ziel, om deze heerlijke genadegave te beoefenen. In de eerste plaats, God heeft ons doen aantonen dat hij de hoop goedkeurt. Aan onze zijde, zichzelf de God der hopen genoemd, aldus Romeinen 15 vers 13.
dat is niet alleen de bewerker der hoop, maar de God die hem welgevallen heeft in hen die haar beoefenen. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. Aldus Psalm 147 vers 11. Hij zal een schild, een schuilplaats zijn voor degenen die op hem hopen. Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, zegt David. Op uw woord heb ik gehoopt. Dat is, hij wist dat de Heere dan zou zijn, want hij hoopte op zijn woord. Aldus Psalm 119, vers 114. In de derde plaats, hij heeft ons het leven beloofd, waarnaar wij hopen, om ons steeds aan te moedigen, om te hopen en alle dingen te verdragen, totdat wij hetzelfde vinden. Titus 1, vers 2. Om onzentwil is dat geschreven, overmits die ploegt, op hoop moeten ploegen, en die op hoop dorst, moeten zijn hoop deelachtig worden. 1 Korintiërs 9, vers 10. Een vraagje. Maar misschien zegt, zeg hij, wat is het toch, deze genadegave op de rechte wijze te beoefenen? Antwoord, gij moet wel acht op uw geloof geven, opdat dat voorspoedig zij, want zodanig uw geloof is, zo zal uw hoop zijn. De hoop is nooit ziek, wanneer het geloof gezond is, en ook nooit sterk, wanneer het geloof zwak is. Daarom bidt Paulus dat de Romeinen vervuld mochten worden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat zij overvloedig mochten zijn in de hoop. Aldus Romeinen 15 vers 13. Wanneer een mens met blijdschap en vrede gelooft, dan wordt de hoop sterk en ziet met een zekerheid naar een deel in de toekomende wereld. Heb daarom acht op uw geloof en bid vuriglijk dat de God der hoop uw lieden vervullen met blijdschap en vrede in het geloven. Leer van Abraham niet te wankelen of te struiken of te twijfelen bij het gezicht op uw eigen zwakheid, want indien gij dit doet, dan zal uw hopen dalen en de wielen zullen kraken, omdat de olie des geloofs ontbreekt. Maar zeg tot uw ziel, wanneer gij begint te wankelen en te zinken bij het gezicht van deze dingen, gelijk David deed in de plaatsen die wij u reeds noemden. De derde plaats, wees veel indachtig hetgeen de Heere in vroegere tijden voor u gedaan heeft. Houd uw bevinding in waarde als een kostbare parel. Romeinen 5 vers 4. Gedenk aan al den weg die de Heere uw God deze 40 jaren in de woestijn geleid heeft. Aldus Deuteronomium 8 vers 2. O mijn God, zegt David, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom gedenk in uur uit het land der Jordaan en Hermon uit het kleine gebergte. Psalm 42 vers 7. Let veel op het einde der dingen, ofwel op het einde van deze en op het begin der volgende wereld. Hetgeen wij van God genieten in deze wereld kan een ernstige hoop zijn, of een bewijs dat hetgeen waarnaar wij hopen ten laatste ons deel zal zijn. Maar het voorwerp der hoop is in de volgende wereld, aldus Hebreeën 11 vers 1. Wij moeten dus verschil maken tussen de moeder der hoop, het geloof der middelen der hoop, het woord der ernst der hoop in Christus, en het eigenlijke voorwerp der hoop, namelijk de toekomende wereld en derzelfde goedheid. Psalm 119 vers 49, als dus ook Colossenzen 1 vers 27. Indien christenen hier niet veel genieten, dan komt het, als ik mij zo eens uit mag drukken, omdat hun hoop braak ligt en niet genoeg geoefend wordt. Want gelijk het geloof zich niet voeden kan met lijdzaamheid, maar met Christus, en gelijk de genade der hongerigen en der dorstigen niet leven kan bij zelfvolheid, maar door de rijkdom der beloftenissen, zo kan de hoop niet hetgeen genoten wordt tot haar voorwerp maken. Want hetgeen iemand ziet,
waarom zou hij het ook hopen? Romeinen 8, vers 24. Maar het eigenlijke voorwerp der hoop is hetgeen wij niet zien. Laat dan het geloof geoefend worden om de gekruisigde Christus tot mijn rechtvaardigmaking en de hoop op de toekomende wereld tot mijn verheerlijking. En laat de liefde de waarheid van het geloof in Christus doen blijken door daden van vriendelijkheid jegens Christus en al dus ook zijn volk. En de lijdzaamheid, de echtheid der hoop door een geduldig verdragen van datgene het welk mij nu mogen opgelegd worden, om de oprechtheid mijn belijdenis, totdat de hoop die voor ons is weggelegd in de hemel tot ons zal komen, of dat wij tot haar vergaderd zullen worden, dan is de hoop op haar rechte plaats en wordt wel beoefend. Maar wij komen nu tot de laatste zaak waarover wij ons gesteld en voorgesteld hebben te zullen spreken, welke is: degene die hoop hebben en haar wel oefenen, zullen ten laatste zeker die hoop smaken die voor hen is weggelegd in de hemelen. Dat is, zij die geregeld de genadegave der hoop oefenen, zullen ten laatste het voorwerp der hoop genieten. Hiertoe moeten wij noodwendig besluiten, anders werpen wij de gehele waarheid Gods ineens omver. En de verwachting der besten onder de mensen, ja, indien men hiertoe niet besluit, want anders volgt dat het atheïsme, het ongeloof en ongodsdienstigheid de beste dingen zijn en dat de goddelozen en ongeregelden in de rechte weg zijn. Maar om voor te gaan, dit moet zo zijn, hetgeen duidelijk blijkt, omdat de dingen waarnaar men hoopt onder dezelfde naam der genade geplaatst worden, die leeft in de verwachting van hun. Zij worden hoop genoemd, verwachtende de zalige hoop, de hoop die nu is weggelegd in de hemelen. Titus 2 vers 13, Colossenzen 1 vers 5. God heeft dat kenmerk op hen gezet om aan te duiden dat zij tot de hoop behoren en de beloning der hoop zijn zullen. God handelt hierin, eveneens als uw groothandelaars doen, alsof met hun goederen, die de kooplieden van hun gekocht of bij hen besproken hebben. Namelijk, hij zet hun naam of hun merk erop en zegt dan: dit behoort tot deze genade en tot die. Maar het koninkrijk der hemelen behoort aan de hoop, want zijn naam is erop gezegd. Dit is derhalve een zaak om te bemerken en te bewijzen dat de hoop waarnaar gij hoopt de uwe zullen zijn. God heeft ze voor u gemerkt. En zij kunnen niet gegeven worden aan degenen die niet hopen. Dat is tot hetzelfde doel waarvan gij leest. U leest dat de waarheid, dat is de Heer Jezus Christus, hij heeft ons doen hopen. Hij is een schild en een schuilplaats. Gij zijt mijn schild. Gij zijt mijn schuilplaats. Maar misschien zegt gij: wat is het toch, deze genadegaven recht te beoefenen? Gij moet wel acht geven op het geloof, opdat dat voorspoedig zij. Want zodanig uw geloof is, zo zal ook uw hoop zijn. De hoop is nooit ziek. Wanneer het geloof gezond is, en ook nooit sterk wanneer het zwak is. Daarom bidt Paulus dat de Romeinen vervuld mochten worden met alle blijdschap en vrede geloven, opdat zij overvloediglijk mochten zijn in de hoop. Wanneer een mens met blijdschap en vrede gelooft, dan wordt de hoop sterk en zekerlijk naar een deel der toekomende wereld. Heb daarom acht op uw geloof en bid vuriglijk dat God de hoop der uw lieden vervullen met blijdschap, met vrede. Leer van Abraham niet te wankelen en of te struikelen. Want als de olie des geloofs ontbreekt, dan is het uw ziel die wankelt. Wij komen tot de laatste zaak waarover wij ons voorgesteld hebben zullen te spreken.
Degene die de hoop hebben en haar beoefenen, zullen ten laatste zeker die hoop smaken, die voor hen weggelegd is in de hemelen. Dat is, dat zij geregeld de genadegaven der hoop zullen beoefenen, zoals het geloof en de hoop te genieten. Hiertoe moeten wij noodwendig besluiten. Is dat in ons? Hij heeft ons naar zijn grote barmhartigheid wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De betekenis is dat Christus onze ondernemer is en voor ons de dood onderging, opdat wij de zaligheid en de heerlijkheid deelachtig worden. De deelachtigheid der zaligheid en de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Christus is wederom opgewekt en hem uit de banden des doods verlost. Daarom dit overwegende, zegt Paulus, dat hij roemende in de hoop der heerlijkheid Gods, namelijk die heerlijkheid welke de zonde hem ontnomen zouden hebben en doen missen, indien Christus niet uit de middelaar de gaven zou geven en hem zou geboren worden, dat gij in hem zoudt leren hopen, opdat hij zou kunnen geven hetgeen waarnaar gij hoopt, namelijk het eeuwige leven. Hij heeft hem heerlijkheid gegeven en heeft haar in zijn handen gesteld voor u, die hun hoofd en zaligmaker is, opdat gij zoudt zien hoe gewillig God is om u de hoop te geven die gij verwacht, opdat uw geloof en hoop in God zouden zijn, opdat wij die hoop hebben en haar op de rechte wijze oefenen, zeker die hoop zou genieten die voor ons in de hemelen is weggelegd. God heeft ons beloofd dat wel voor ons aan onze zaligmaker, hij heeft ons beloofd, dan zou er nog reden kunnen bestaan om te vrezen, omdat wij hem zo dikwijls tot toren verwekken door onze gebreken. Maar nu hij het aan Christus beloofd heeft, nu moet zij zeker tot ons door hem komen, omdat Christus, aan wie zij beloofd is, nooit oorzaak tot toren aan God gegeven heeft, om haar weer van hem te ontnemen. En dat zij aan Christus beloofd was, is duidelijk, omdat zij beloofd was voor de wereld begon, in de hopen des eeuwige levens, zegt Paulus, welke God, die niet liegen kan, beloond heeft voor de tijden der eeuwen. En dit is het, wat wij hopen, die getrouw zijn aan het beloofd zijn, en voor hen niet liegen kan, heeft haar aan degenen die hopen beloofd, en haar voor ons in de handen van de vertrouwen in Jezus gesteld. Laat ons daarom hopen dat wij te zijne tijd zullen zien en genieten wat wij hopen. Ja, op alle grond voor twijfel en vrees, dien aangaande weg uitgenomen worden, wanneer Christus, die aangaande hetgeen laatst gezegd is, onze hoop is, zou komen, dan zal hij die genadigheid met zich brengen, die zelfs van de rechterstoel al die dingen zou verwijderen, die enige strekking zouden hebben om ons van onze hoop te beroven, of van de zaak waarop wij hopen. Daarom beveelt Petrus ons om nuchteren te zijn en volkomenlijk op de genade te hopen die ons toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En ook Judas, de dienstknecht van Jezus Christus, verenigt zich met hem zeggende: bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachten de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Hier ziet gij dus dat er nog genade en barmhartigheid voor ons in voorraad is. Genade en barmhartigheid om tot ons gebracht te worden bij de openbaring, oftewel ook de tweede komst van Jezus Christus. Hoe zouden wij van onze hoop afgehouden kunnen worden? Want de overbrengende genade zal dan bezig zijn voor degenen
die hier inderdaad de hoop des eeuwige levens hebben. En zij zullen, zegt de Heere der Heerscharen, ten die daarzelfde dagen die ik maken zal, mijn een eigendom zijn en ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn een zoon verschoont die hem dient. Aldus Malachi 3, vers 17. Niemand kent de verborgenheid en de wil des Heren in al hetgeen hij in zijn woord geopenbaard heeft. Daarom worden er vele teksten over het hoofd gezien of terzijde gelegd. Als zulken welke sleutels te moeilijk zijn, ook ik wil niet roemen op enige bijzondere kennis daarin. Toch dunkt mij door de genade en de barmhartigheid niet alleen door Christus gebracht werden toen hij in de wereld kwam, maar weer met hem gebracht zullen worden wanneer hij in zijn vaders heiligheid wederkomt. Betekent het dat de gelijk de eerste komst het begin van het leven, het eeuwige leven tot ons bracht toen wij vijanden waren. Deze tweede komst, het volle genot daarvan tot ons zal brengen, omdat wij geheiligden zijn, vergezeld met vele gebreken, en dat gelijk door de eerste genade alle onwaardigheid vergeven en vergeten werd, zo ook door de tweede genade, de genade die tot ons zal gebracht worden bij de openbaring van Jezus Christus, alle tekortkomingen in plichten en gebreken in betrachtingen zullen vergeven worden, en dat wij krachtens de genade en de barmhartigheid der zegeningen, waarop wij hoopten, erfgenamen zullen worden van de zegeningen des eeuwigen levens. Dit zij genoeg over onze eerste hoofdpunt, namelijk over de aansporing tot hopen. Ten tweede, een regel om de plicht der hopen wel te vervullen. Ik zal daarom in de tweede plaats handelen over de rechte vervulling, deze plicht met betrekking tot haar hoogste voorwerp, hetwelk de Heer Jezus is zelf. Israël, hopen op de Heere. Er is algemeen een bijzonder voorwerp der hoop over het algemeen en het gewone voorwerp, namelijk over den hemel. En de gelukzaligheid heb ik reeds iets gezegd. Daarom blijft nu bij mij nog over om de bijzondere voorwerp onze hoop te spreken. Israël, hopen op den Heere. De Heere moet derhalve het bijzondere en speciale voorwerp onze hoop zijn. Israël, hopen op den Heere. En nu daar, hier, niet alleen vermaand wordende tot de vervulling eener plicht, maar daar hier een regel is tot betere vervulling dier plicht. En welk ten opzichte van het bijzondere en speciale voorwerp jegens hetzelfde deze plicht vervuld moet worden. Zo volgt hieruit dat de mens spoedig geneigd zijn vooral in tijden van moeite en gevaar, zoals nu ook bij de Israëlieten, om hun hoop op andere dingen dan op de Heere te vestigen. Wij hebben hiervan zeer veel in onze dagen gezien. Onze dagen zijn ook inderdaad dagen van moeite en gevaar geweest. Inzonderheid sedert de oorsprong der katholieke samenzwering, want toen wij begonnen te vrezen voor ons hoofd dat wij onze legersteden verbrand, omdat onze kinderen voor onze voeten verpletterd zouden worden. Maar toen wij tot bezinning kwamen, zagen wij dat wij een genadige koning, een goed parlement, een moedige stad, goede burgemeesters en dergelijke wetten tegen hen hadden. En deze dingen maakten wij tot voorwerp onze hoop, geheel en al, vergetende de regel die ons tot vermaning gesteld was. Israël, hopen op den Heere, want de Heere behoort tot zowel in tijdelijke als in geestelijke en eeuwige zaken onze hoop te zijn. Daarom werd Israël in de dagen van ouds vermaand om hun hoop op de Heere te stellen. Het is beter tot den Heere de toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. En wederom, vertrouw niet op prinsen, op des mensen kind, bij het welk geen heil is. Dit geeft te kennen dat er in ons neiging is om God als onze hoop te vergeten en ons vertrouwen op andere dingen te stellen. En wees er zeker van dat wij het des te moeilijker zullen vinden om onze hoop alleen op de Heere te stellen.
wanneer er hier dingen zijn die, hoewel te vergeefs, ons hen hulp aanbieden. Een plan niet om anders over het voorwerp onze hoop te spreken dan met betrekking tot de volgende wereld. En ten opzichte daarvan moeten wij voorzichtiglijk zijn dat wij niets anders onze hoop stellen dan in God. In God in de eerste en in de laatste plaats. Hiervoor heeft hij ons zijn woord en Israël zijn wetten gegeven. Wegen zijn eigen genade is hij het bijzondere voorwerp onze hoop geworden. Zichzelf in de meest bijzondere zin aanwijzende als het deel zijns volks. Aldus Psalm 78, vers 5 tot 7. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik hem hopen. Klaagliederen 3, vers 24. Hiervoor moeten wij dus goede zorg dragen, dat wij dit voorwerp onze hoop niet missen. Psalm 146, vers 5. Dit is het speciale voorwerp. Het voorwerp bij uitnemendheid. Het voorwerp zonder het welk wij niet gelukkig kunnen zijn. Hetgeen wij nader hopen aan te tonen, zo God wil. Jeremia 50, vers 7. God is niet alleen gelukzalig in zichzelf, maar het leven der ziel. En hij is het die in de dagen die dingen goed voortbrengt in de volgende wereld. In welke goedheid wij gevonden zullen worden. Jeremia 17, vers 13. En dit verzekert onze Heer Jezus Christus zelf, wanneer hij zegt: ik ben de weg, namelijk de weg tot het leven en tot de gelukzaligheid. En nochtans zegt hij: ik ben de weg tot de Vader, want hij is het die de springader en de oceaan van gelukzaligheid is en de zegeningen is.